In deze instructievideo ga ik je laten werken met kop- en voetteksten. Ik ga je ook laten zien dat ik daarbij speciale velden gebruik en dat ik de documenteigenschappen daar ook voor moet aanpassen. Als laatste laat ik je ook zien wat dat voet- en eindnoten in een document juist zijn en hoe dat je die gaat moeten toevoegen. Ik ga gebruik maken van een bestaand document. Ik ga naar mijn recent geopende documenten en ik open mijn Genk tekstdocument dat ik samengesteld heb uit heel wat informatie op Wikipedia. Het bestaat ondertussen twee pagina's, zoals je hier kan zien, maar het mist een kop- en een voettekst. Ik ga eerst een koptekst toevoegen. Dat kan ik doen door in het witte gedeelte hier bovenaan eenmaal te drukken. Dan ga je zien dat er een blauwe lijn komt en dat je hier koptekst standaard ziet staan met een plusteken achter. Dat plusteken gaan we zo dadelijk gebruiken. Wil je liever alle eigenschappen van de koptekst kunnen aanpassen, dan ga je naar opmaak, hier bovenaan in de menubalk, en je gaat naar pagina. Dan krijg je de pagina settings, de pagina instellingen die je allemaal kan gaan aanduiden. Hier van voor start bij jou de pagina waarschijnlijk met op het tabblad beheren, maar je moet naar het vierde tabblad koptekst gaan, waar dat je de koptekst kan activeren. Als je het vinkje aanzet, kan je zien dat je ook de marges kan gaan aanpassen, linker, rechter marges en de afstand enzovoort. Nu, ik ga je het laten zien wat dat de snelste manier is, omdat ik vind dat de afstanden die standaard voorgesteld worden eigenlijk prima uitkomen als je het document wil gaan afdrukken. Dus ik laat het eventjes staan, ik druk op annuleren en ik laat je zien als je hier drukt en je gaat dan op het plusteken drukken, dan kan je gemakkelijk een koptekst gaan toevoegen. Mijn document gaat natuurlijk over Genk, dus dat vermeld ik even linksboven. Nu, ik wil ook nog mijn paginanummer gaan toevoegen, maar ik wil dat uiterst rechts in mijn koptekst staan. Je ziet van boven in het liniaal het centreringsteken. Dus als we eenmaal op de tabtoets drukken en we zouden hier een titel gaan toevoegen, dan zie je dat die gecentreerd wordt. Titel in het midden. Dus je ziet dat het gecentreerd wordt. Maar ik heb deze niet nodig. Ik moet nog eenmaal op de tabtoets drukken, zodat ik aan de rechterkant van mijn document geraak. Ik kan je dat ook laten zien met de niet afdrukbare tekens. Dan zie je dat ik tweemaal op de tabtoets gedrukt heb. Ik zet de niet afdrukbare tekens uit. Nu wil ik hier een paginanummer gaan toevoegen, maar een paginanummer kan ik natuurlijk niet gaan typen, want als ik 1 zou typen, zou er op iedere pagina het cijfer 1 verschijnen. Daarvoor ga ik gebruik maken van een speciaal veld. Die velden die zie je hier staan. Als je naar het menu van boven gaat en je drukt op invoegen, dan kan je bij het tweede onderdeel velden zien staan. En daar kan je een aantal parameters eigenlijk gaan terug ophalen. Datum, tijd en de derde is natuurlijk een belangrijke voor ons paginanummer. Dus die ga ik gebruiken. Ik druk op paginanummer en je krijgt in een lichtgrijze vakje krijg je het paginanummer te zien. Ik wil ook zien hoeveel pagina's dat er uiteindelijk zijn. Stel dat mijn bladen door elkaar geraken ofzo, of dat ik mijn documentje niet goed niet, dan wil ik altijd weten of mijn bundel voltallig is. Dus ik ga het scheidingsteken gebruiken, het gedeeld door teken eigenlijk gebruiken. En ik ga het aantal pagina's daar ook invullen. Nu, ik zou hier, omdat ik weet dat mijn document, en dat zie ik linksonder, twee pagina's beslaat, zou ik hier gerust 2 in kunnen geven. Maar ik ga zo dadelijk ook nog een eindnoot toevoegen en die gaat vanzelf een nieuw blad toevoegen. Dus het is nooit een goed idee om hier een vaste waarde in te geven. Ook hier maak ik weer gebruik van het speciale veld. Dus ik doe invoegen, velden en ik gebruik hier aantal pagina's. En Writer gaat zelf zien dat dat nu 2 pagina's zijn. Ook hier kan ik heel eenvoudig alles aanduiden en het een lichtjes andere opmaak geven. Ik maak de koptekst altijd iets kleiner dan de echte tekst, omdat het niet de hoofdmoot van je document is natuurlijk. Dus de koptekst is klaar. Dan wil ik ook nog een voettekst gaan toevoegen. Ik scroll eventjes naar beneden. Ik ga ook eens controleren. Op pagina 2 staat er wel degelijk Genk 2 van 2. Je hoeft geen schrik te hebben dat dat grijze vakje mee afgedrukt wordt. Dat zal niet op je geprinte document verschijnen, ook als je een printvoorbeeld opvraagt. Zo, we gaan dat even vergroten, dan zie je hier van boven geen grijze vakjes meer staan. Dus dat is geen enkel probleem. Ik ga mijn afdrukvoorbeeld sluiten en ik ga van onder nog een voettekst toevoegen. Dus ik druk hier in het gedeelte onder de pagina, of onderaan de pagina, ik druk op het plusteken en vanaf nu kan ik een voettekst gaan toevoegen. Wat ik nu zou willen toevoegen is de documenttitel. Maar die heb ik nog niet ingesteld. Kan je dat laten zien? Ik druk invoegen velden en dan zie ik hier staan titel. Als ik die ga drukken, dan zie je dat mijn lichtgrijze vakje er wel staat, maar dat er geen woord in staat.
Je kan daar wel iets gaan typen, maar hij gaat het niet in het grijze vakje zetten. Dus, dat wil zeggen, de documenttitel is nog niet ingevuld. Documenttitel, auteur, omschrijving enzovoort, dat zijn velden die aan je document vasthangen, die er eigenlijk in verwerkt zijn, die je niet ziet, maar wel in een document kunt bewaren, zodat als je het document naar iemand doorstuurt, hij of zij ook alle eigenschappen daarvan kan opvragen. Waar kan je dat instellen? Dat doe je via bestand en dan onderaan eigenschappen. En dan ga je zien, geef een titel mee aan het document. Ik zal dat eens eventjes lichtjes overdrijven. Genk Wereldstad met een uitroepteken. Informatie over Grootstad Genk. Je kan nog wat sleutelwoorden, opmerkingen en nog wat algemene gegevens ingeven. Maar ik wil je laten zien, ik heb de titel nu ingevuld, Genk Wereldstad. Ik ga op OK drukken en je gaat zien dat de waarde hier linksonder automatisch ingevuld wordt. Ik druk op OK en de titel staat er. Wat ik nu nog wil doen, is aan de rechterkant gaan plaatsen waar mijn bestand zich op mijn computer bevindt en welke naam dat die heeft. Het wordt heel vaak gedaan in bedrijven als er verslagen moeten verwerkt worden, zodat iedereen automatisch kan zien waar staat dat verslag als ik bijvoorbeeld een fout vind en ik zou dat moeten gaan wijzigen. Ook dat is een speciaal veld, invoegen velden, maar het zit bij de overige. Dat gaan we er eventjes bij halen en dan kan je zien welke type parameters je nog allemaal kan gaan ophalen. Ik heb natuurlijk iets nodig dat te maken heeft met de bestandsnaam. En ik wil niet alleen de bestandsnaam, maar ik wil ook het pad of de weg naar het bestand toe. Ik druk invoegen. Hij gaat dat eventjes moeten verwerken. Oei, ik heb dat dubbel gedaan. Ik heb 2 maal gedrukt, dus ik ga er zo eentje moeten wegdoen. Voilà, zo. En je ziet dat hier in mijn document, of dat dit document, genk.odt heet, het Open Document tekstformaat. En dat bevindt zich in de map LibreOffice Writer op mijn e-schijf van mijn computer. Dus ik ga dit document altijd eenvoudig kunnen terugvinden. Ook hiervan ga ik de opmaken weer een beetje aanpassen, gelijkaardig maken aan mijn koptekst. Ik meende dat ik dat 11 puntgrootte had gegeven, dus ik heb... Dat lijkt me nog wat kleiner. Nee, ik heb dat puntgrootte 10 gegeven blijkbaar, dus ik ga dat nog een beetje verkleinen. Puntgrootte 10. Ik kijk eens naar mijn afdrukvoorbeeld. En je ziet van boven de koptekst, van onder de voettekst. Pagina 1 van 2 en 2 van 2. Nu gaan we eens een voetnoot en een eindnoot toevoegen en dan zou je moeten zien dat die pagina's automatisch aangepast worden van achter. Begin ik met een voetnoot. Wat is het verschil tussen een voetnoot en een eindnoot? Een voetnoot geeft je extra informatie over een woord in je tekst onderaan dezelfde pagina. Een eindnoot geeft je de extra informatie op een nieuwe pagina, helemaal op het einde van je document. Dus stel dat ik eens een voetnoot ga plaatsen bij het Albertkanaal hier. Hier staat bijvoorbeeld een klein stukje tekst rond Albertkanaal. Dus ik kan achter Albertkanaal gaan staan en zeggen ik wil nu een voetnoot gaan invoegen. Dan kies ik invoegen, voetnoot. En dan kan je zelf gaan bepalen. Moet je zelf voor een nummeringsteken zorgen of mag de nummering automatisch doorlopen? Ik stel automatisch voor, zeker als je gaat werken met grotere documenten, dan wordt het moeilijk om zelf iedere keer je teken te gaan bepalen. Dus kies hier maar automatisch. En als type kies ik nu voor een voetnoot. Ik druk op OK. En je gaat zien dat er beneden aan mijn document een kleine lijn verschijnt met het cijfertje 1 erbij, met een handje dat verwijst naar het woord Albertkanaal dat ik van boven gebruikt heb. Dus ik ga even een kleine omschrijving geven. Kanaal dat Luik verbindt met Antwerpen. Zo. En dan ga ik eens eventjes kijken bovenaan in de tekst. Achter Albertkanaal heeft hij zelf het nummertje 1 toegevoegd. Waarbij je duidelijk, als je met de muis erover gaat of in de buurt komt, dat je ziet dat er een voetnoot bestaat, kanaal dat Luik met Antwerpen verbindt. Op dezelfde manier geldt het toevoegen van een eindnoot. Dus ik ga eens even iets zoeken, hier bijvoorbeeld de middeleeuwen, het woord middeleeuwen. Hier ga ik eens een eindnoot aan toevoegen, invoegen, eindnoot. Ik moet opnieuw toch kiezen voor eindnoot onderaan. Ik druk op OK en je gaat zien, hij gaat eigenlijk een derde blad openen. Pagina 3 van de 3 hier beneden, waar dat nu het Romeinse cijfer 1 staat. En de middeleeuwen die liepen van
circa 500 na Christus tot circa 1500. Voilà, mijn eindnoot is verwerkt. Ik ga eens eventjes kijken. Hier in mijn afdrukvoorbeeld. Wat geeft mij dat op de volgende pagina? Middeleeuwen, voetnoot, eindnoot. De eindnoot is correct toegevoegd. Maar je ziet dat Writer pagina 3 van de 3 aangemaakt heeft. Als we naar boven scrollen, dan gaan we ook zien dat de tweede pagina in de nummering pagina 2 van de 3 gekregen heeft. Bovenaan uiteraard 1 van de 3, maar je ziet dat zo'n eindnoot een blad apart krijgt. Dat komt omdat eindnoten een eigen opmaakprofiel krijgen. Nu, opmaakprofielen behandelen we in een ander onderwerp, maar ik ga je toch laten zien hoe dat je het blad van de eindnoten dezelfde opmaak kan geven als de andere bladen van je document. Zodanig dat die nummering in dit geval toch prima blijft doorlopen. Ik heb een beetje naar beneden. Ik wil je ook snel laten zien dat je via extra voet- en eindnoten ook altijd kan gaan bepalen hoe dat je nummering van een voet- of een eindnoot zou moeten zijn. Het kan gerust zijn dat je zegt, de Romeinse tekens vind ik, of de Romeinse cijfers vind ik niet zo interessant. Ik wil liever met de lettertjes A werken. A, B, C, D. Je drukt op OK en je gaat zien dat de voet- en eindnoten onmiddellijk aangepast zijn. Dus dit is niet meer het Romeinse cijfer 1 geworden, maar nu de A. Je kan daar iedere keer op klikken, waardoor dat de hyperlink gevolgd wordt. In datzelfde onderdeel via extra voet- en eindnoten kan je ook gaan bepalen wat het opmaakprofiel is. Nu, dat is echt een ander onderdeel, een ander instructiefilmpje. Maar stel dat je zegt, de pagina van de eindnoten moet niet als een eindnootprofiel gedefinieerd worden, maar die moet net hetzelfde opmaakprofiel krijgen als een standaardpagina. Op het moment dat ik dit onderdeel op standaard ga zetten, ga je zien, ik ga een beetje aan de kant met dit schermpje, als ik op OK druk, dan ga je hier van boven zien dat de kop- en voetteksten uit de andere pagina's ook verschijnen. Ik druk op OK en je ziet dat Genk pagina 3 van de 3 verschijnt. En beneden Genk Wereldstad, de titel die we ingesteld hadden bij de document-eigenschappen en het pad erin verwerkt staan. Dus op deze manier kan je toch je nummering correct laten doorlopen.